En als een van de laatste moet Stefano erin. Buiten de box ook nog Naduka. Maar Stefano zal de laatste zijn. De box ontwaar ik ook nog Kukumi. 2400 meter, 111.650 gulden prijzengeld. En Stefano zal als laatste plaats nemen. Samen met... En de 73ste Derby der Volbloeds is van start gegaan. Het veld stormt de eerste bocht in en het is aan de binnenzijde Kukumi die een droomstart heeft gehad samen met Cold Summerland. Kukumi en aan de binnenzijde Cold Summerland. Aan de buitenzijde is ook heel mooi gestart. Raymond Chang met zijn Winter Dawn. Daarachter aan de buitenzijde Just Regent met dichterbij Volfonic. Dat zijn de voorste paarden met verderweg in het veld Hercules. Daarachter is het dan Moave en achter Moave hebben we dan de hele rest. Aan de binnenzijde volgt ook heel goed Hasta La Vista. En dat zijn de voorste paarden in de Derby. En het veld staat onderaan. Aanvoering aan de binnenzijde nog altijd van diezelfde leider Kukumi, maar die krijgt enkele aanvallen. Martin. En het is Kukumi die de leiding overgeeft aan Just Regent met een lengte daarachter aan de buitenzijde Moaf. Daarachter is het Gold Summerland met Smiley Brighton dan Winterdon. Bo Virant ligt ingesloten, dichtst bij de koord. Die ligt helemaal gesnoekerd. Watermill Rolex daarnaast. En daarachter is het dan Volvonique. En die wordt gevolgd door Hercules. Aan de buitenzijde hebben we dan ook nog Casanova. Aan de start van het veld Hasta La Vista met Plaisir Majeur. Gevolgd door Stefano. En achter Stefano hebben we dan op de laatste plaatsen liggen aan de buitenzijde Scaramouche. En aan de binnenzijde daarvan Lucky Seven. Zo gaan de paarden door de Klingendaal bocht op weg naar de overzijde van de baan. En het is Just Regent die een lengtevoorsprong heeft op Kukumi. Aan de buiten zijde Moaf. Daarachter Smiley Bright met Winter Dawn en Euros Gold Summerland. Achter Gold Summerland is het dan aan de buitenkant Casanova. Zo zijn de paarden halverwege de overzijde. Volvonique en Bovairen liggen aan de binnenzijde dan Hercules. En dat zijn de aanvoerders op dit ogenblik met aan de buitenzijde naar voren komend Naduka. En we passeren het laadje van Jochems. Rogier. Een compacte groep stormt af op de laatste bocht in de Derby der Volbloeds, de 73ste editie. Met nog altijd Just Regent aan de leiding, maar eigenlijk hebben alle paarden nog kansen. Want het hele veld omvat maar enkele lengte. Just Regent is als eerste in de laatste bocht. Just Regent wordt op de huid gezeten aan de buitenzijde door een opkomende Scaramouche. En achter Scaramouche hebben we dan aan de binnenzijde nog altijd Smiley Bright. Wijd aan de buitenzijde komt Volfonic naar voren. Achter Volfonic zien we dan opschuiven Kukumi aan de binnenkant. De favorieten liggen er nog niet echt. Verder weg vinden we dan paard nummer 12, Gold Summerland. Zo komen de paarden af op de laatste 600. En het is aan de binnenzijde nog altijd dezelfde leider, Just Regent. Op de tweede plaats achter Casanova. Achter Casanova is het Smiley Bright. Achter Smiley Bright gaat Kukumi verbluffend goed mee. Daar komt aan de buitenzijde de eindfase van Volfonic. En zo gaan we over naar Martin. Ja, dan komen we dan in de laatste meters van de derby nog 400 meter af te leggen. Het is aan de binnenzijde aan de leiding Casanova. Aan de buitenzijde Volfonic. Daar komt aan de buitenzijde Kukumi naar voren. Watermill Rolex, Bovary komt wel. Maar die kan niet echt doorzetten. De paarden zijn in de laatste meters. En in die laatste meters is aan de binnenzijde heel gemakkelijk. Volfonic die leidt. Volfonic is de leider. En de winnaar op de tweede plaats is het Hasta La Vista. Daarachter volgt dan Winter Dawn met Kukumi. En u wordt vriendelijk verzocht om u na de sledehondenren te begeven naar de afzadelplaats. Schitterende ereprijzen zijn in het vooruitzicht gesteld en zullen nu ook worden overhandigd. Een schitterende sierdeken allereerst. En eerst een ereprijs.
En de zierdeken die wordt omgehangen door de heer Zeis, directeur van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport. De Run for the Roses, zo heet de Kentucky Derby. En ook in Nederland een schitterende bloemenstola. Die wordt nu ook bij de winnaar omgehangen. Beschikbaar gesteld door de Biesdeelstad. Zijn detail is dus dat ze hun eigen bloemenstola mogen omhangen bij hun eigen paarden. Wat voor gevoel moet dat zijn, deze fantastische Volvonik, zoon van Zavonik, natuurlijk zelf winnaar van de 2000 Guineas, getraind door André Fabre. Voor de winnende trainer, Haro Remmert, zal de heer Tsuwelage namens de Algemene Eigenaarsvereniging de Drafsport ook een ereprijs beschikbaar stellen. Ook een ereprijs overhandigd door de burgemeester van Wassenaar. En, correctie, dat is niet het geval, een ereprijs door de draf-renbaan Duindicht. En die is voor de rijder, voor de jockey. En deze jockey, die het geweldig gedaan heeft, Martin O'Callaghan. Natuurlijk een international prof tot en met. De foto's worden gemaakt. Ereprijs voor de eigenaren. Beschikbaar gesteld door de eigenaren fokkersvereniging de Rensport. Dames en heren, u mag ook aan de afzadelplaats nog even in de handen voor de geweldige winnaars van de 73ste derby. Volvonik en Martin O'Callaghan. Trainer Harro Remmert en de winnende eigenaar is de Biesdeelstad.